Oké, hier ging het dus echt helemaal fout. Ik wou dus een mooie bocht maken. Nou, niet echt een mooie bocht, maar ik wou op een gegeven moment wou ik in mijn spiegel kijken. En kijk maar even wat er gebeurt. Ik wou hier lekker afslaan. Ik dacht, nou weet je wat, haal ik hem ook in. Want ik had best wel haast. Dus ik reed lekker en ik ga zo'n twin rechts. Ik reed best wel snel, vond ik. En ik was niet echt opletten op het verkeer, maar maakt niet uit. Maar ik zal je zo vertellen wat er gebeurde. Dit was trouwens wel een opname voor die andere opname. Dus je hebt het toch nog wel een goede en het is wel eigenlijk een slechte gezien. Want aan het begin van de video ging het ook niet helemaal goed. Want mijn stuur ging opeens draaien of zo, ik weet niet. Maar nu zal ik je vertellen wat er nou gaat gebeuren. Maar eerst laten we even kijken wat er, ja, wat ik net al 100 keer zei, wat er nu gaat gebeuren. Want ja, ik rijd nu lekker op mijn gemak. Ik denk zo, nou gaat toch niks gebeuren hier. En ja, ik val af en toe een beetje, was ik even met iets bezig, want ik werd de hele tijd aangeklopt, dus ik ging kijken. En toen had ik gezegd van kom maar binnen, had mijn moeder de deur al open gedaan. Maar ik was ook daarna weer van plan om naar een slaapbedje te gaan. En dat vond ik heel leuk. Nou, dat vond ik inderdaad heel leuk, ja logisch. En toen kwam opeens mijn nichtje binnen en toen was ik naar mijn nichtje aan het kijken en toen zag ik opeens dat hier een auto kwam. En ik wou hem weer goed zetten, dus ik reed. Ik dacht van ga ik hier tussen? Nee, dat past niet. Dus ik ging over het gras. En hier gebeurde dat weer met mijn toetsenbord. Ik weet niet wat hier gebeurde, maar hier ging het dus echt helemaal fout. Ik wou hem nog recht zetten, maar ja, mijn nichtje was er natuurlijk ook bij. Dus ik, nou, ik had er meer aandacht op haar dan zeg maar op de game. En hier probeer ik hem dan nog een paar keer op te starten, maar dat wil dus ook niet meer werken. In ieder geval mensen, laat weten als je meer van dit wil zien. En ja, sowieso abonneer, reageer en tot later. Doei doei!